het ontzettend leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Het is een keer wat anders dan jullie een beetje van mij gewend zijn. Want het is namelijk een weekvlog. Alsnog natuurlijk een hele leuke video, want dat is het altijd. En als je er heel erg veel zin in hebt om een kijkje te nemen in mijn week, geef deze video dan een hele dikke duim omhoog. Dat zou ik heel erg waarderen, dat zou ik heel erg lief vinden. En abonneer op mijn kanaal onder deze video. En dan wens ik jullie heel erg veel kijkplezier van het kijken van deze weekvlog. Goedemorgen allemaal, het is nu ongeveer 10:15. En ik zit in de auto zoals jullie zien. Want ik ben op weg naar Amsterdam. Want ik heb een auditie voor een film, daar mag ik nog niks over zeggen. En zo ga ik nog even mijn tekst daarvoor overkijken. Ik weet niet of ik daar bijvoorbeeld mag filmen. Anders zou ik natuurlijk even het gebouw filmen en zo. Dus dan kunnen jullie daar ook even bij meekijken. Anders zie ik jullie zo weer. Nou jongens, we zijn in Amsterdam. We lopen nu voor het Daily Paper gebouw en daar is de auditie ook. En we gaan nu naar binnen lopen. Ik ga nu even een gele brug op. Ik vind het er heel leuk uit te zien. Wel een beetje stijl. Ik heb in elk geval mijn workout al gehad voor vandaag. Ik hoop dat ik straks wel adem heb voor de conditie. Nee, grapje, ik heb niet zo'n slechte conditie. Dit is het pand en we gaan nu aanbellen. Nou jongens, de auditie zit erop. Ik loop nu weer weg naar de auto. En het was heel erg leuk. Het was een scène waar ik best wel boos in moest daar eigenlijk. Dus ik kon wel even best emotie inleggen, zeg maar. We gaan wel zien of het dat wordt. Wie weet. En als het niet dat wordt, was dat ook gewoon een superleuke ervaring. We gaan nu gewoon weer lekker terug naar onze hometown. En dan zie ik jullie zo weer. Ik ben even aan het wandelen, want de zon schijnt super lekker, zoals jullie kunnen zien. Het is echt super lekker weer. Het is echt 19 graden of zo. Ik heb wel een skijas aan, zodat 19 graden is. Ik zag gisteren ook al, weet je die bloemetjes van, paarse met witte, met gele, met roze bloemetjes en zo. Ik vond het heel erg leuk om te zien, want dan was het een beetje lente en zo. Dus dat vond ik wel even heel erg leuk. Hoi, een hele goede morgen. Het is nu denk ik ongeveer 10:55. Ik heb lekker uitgeslapen. En ik ga straks naar Michelle toe. Dan komt een vriendin van ons naar Michelle's huis. En dan gaan we in de avond naar mijn huis. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Die vriendin komt uit Assen, dus dat is echt super leuk. Ik ga nu even lekker ontbijten, want ik moet over een kwartiertje of 20 minuutjes alweer Michelle zijn. En het wordt super lekker weer vandaag. 19 graden. Dat was ook helemaal top. Hallo allemaal, ik ben nu aan het fietsen op weg naar Michelle toe. Het is echt heerlijk weer. Ik ben er inmiddels wel bijna, want echt, het is om de hoek. Dus Laura komt om 11 uur. En ik moest er 10:45 zijn. Als het goed is, kom ik nog op tijd. Tot straks. Adios. Hola iedereen, ik ben hier bij Michelle. Yes. Dit mag er niet in. We zijn nu even bij de Lidl. Ja, we hebben even broodjes gekocht. Want we hebben nog niet gegeten en het is al bijna 12 uur, denk ik. We zijn nu even in het gras gaan zitten. Ze gaan picknicken en we hebben even stoepbroodjes. Glazen, water en koekjes en nou, heerlijk allemaal. We zitten lekker aan het water. Kijk nou, hoe leuk. We zitten hier zo aan het water. En dan gaan we nu lekker picknick, je weet. Michelle, kijk schoonlijk. Oh, mooi. Oké, guys. We zijn nu bij het huis van Michelle. En we gaan echt voor het eerst in, wat is het, een jaar of zo? Weer op de trampoline van Michelle. Ja, een half jaar, zo veel langer. Veel langer, 9 maanden. Laten we elkaar vieren. Hier. Wacht, daar is. Ik zie jou. Hallo mensen, een hele goede morgen. Het is nu 9:10 en mijn haar zit nog steeds in de knot die ik gisteravond heb gemaakt. Dit zit er niet heel goed bij. Mijn haar moet nog laten drogen als ik in de auto zit, want het is nog een beetje vochtig. Misschien kan het ook wel zien. En trouwens, dit is wat ik vandaag aan heb. Eigenlijk alles is van Nick en ik. Een jasje, een beetje gepailleerd, zo weet je wel. Ja, leuk. En deze broek met een soort van split in het einde. Nu ga ik mijn tanden poetsen en dan ga ik zo even eten. Nou jongens, we gaan nu de auto in op weg naar Amsterdam. Want zoals ik dus zei, wil ik een liedje inzingen, de titelsong van De Grote Zwijfilm 2. En in een andere studio ga ik de trailer van de film inspreken. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Wij gaan nu onderweg. Nou jongens, we zijn aangekomen bij de studio. Het is studio Soundwise. We gaan nu naar binnen. We zijn aangekomen in het pand en we lopen nu naar de studio toe. Ik ben nu hier in de studio. Ik zal even laten zien hoe het eruit ziet. Kijk, het ziet er echt super cool uit met allemaal apparatuur en zo. Dan heb ik hier achter nog een studio. Daar had ik Kabuya in gezongen hier. Hier had ik toen Kabuya in gezongen. En dan gaan we volgens mij nu straks
hierin zingen. Kan jij het ook? Sticky, stretchy met een bow. Probeer ook die lage dingen nog wel krachtig en vrolijk te maken. Energie. Oké, ja. Sticky, stretchy met een glow. Zie het vonken in magische kleuren. Het komt in alle vormen, smaken en geuren. Here we go, steal the show. Geef het nooit op, 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 op. Nou jongens, ik heb net een liedje ingezongen en dat is heel erg leuk. En het is klaar. En nu ga ik door naar de volgende locatie. Dat is ook in Amsterdam. Want dan moet ik even de trailer inspreken van de nog grotere slijmfilm. Dus de grote slijmfilm deel 2. Dus dan zie ik jullie zo weer. Doei! Nou jongens, we zijn nu bij het volgende adres in Amsterdam. Ik heb even een trekker gegeten. We lopen nu naar het pand toe. En hier ben ik al een keer eerder geweest, dus ik weet hoe het eruit ziet. Dus dat is ook heel erg leuk. Ja, ben ik weer. Ik ben nu bij de studio van Benjamin. En straks ga ik dus de trailer inspreken van de Groot Slijmfilm. En hier is het hokje. Ik ga het even laten zien. Waar ik straks in mag spreken. Kijk. Ik zie al een beeld klaar van de film, want ik ga het even laten zien. Kijk, hier staat de tekst die ik moet zeggen. En dan heb je hier het beeld en hier de microfoon. En hier is nog een hele grote ruimte. Kan je uitleggen wat het is? Ja, zeker. Vertel, wat is dit voor mooie ruimte? Dit is de control room. Woehoe. En hier zit ik achter de knopjes. Achter alle knopjes. En mixen van de film. Straks als hij naar de bioscoop gaat, dan ga ik het ook nog hier mixen, geluidjes maken. Nou, top. En, ja. Leuk. Nou, zet ik even neer en dan kijk ik even of de microfoon de goede hoogte voor je is. Zo, en ik doe de deur op slot, ik gooi de sleutel weg. Hoor je mij? Jazeker. Nu hoor je mij? Ja. Hij loopt. Slijm. Sticky, stretchy, fluffy, glibberig, heerlijk. Ik ben zo gek op slijm en binnenkort krijg ik zelfs een Slijm Talent Award. Ga je even luisteren? Slijm. Sticky, stretchy, fluffy, glibberig, heerlijk. Ja, super. Ik denk dat je nu goed op de goede plek staat. Niet. En ik zit eventjes te denken wat de beste uitspraak zou zijn voor Talent Award. Mm-hmm. Of je dat dan heel zo Engels mogelijk moet uitspreken. Yeah. Of juist niet. Ja, misschien kunnen we twee variaties doen. Eentje waarbij je het gewoon doet zoals jij het zou doen. En misschien eentje waarbij je dan net iets meer Engelse uitspraak of Amerikaanse uitspraak probeert te doen. Oké, prima. Nou, ik ben weer klaar met de trailer inspreken en dat ging heel erg goed. En ik zit nu weer in de auto, want we gaan weer op weg naar huis. En het is nog steeds heel erg lekker weer. Dus daar ga ik straks even van genieten als ik thuis ben. Jongens, ik ben weer thuis. En kijk eens wie dat is. Potje. Een hele goede morgen allemaal. Ik zit weer in de auto, want ik ga naar Thomas toe. Oftewel gewoon Thomas. Want we gaan een hele leuke video opnemen voor zijn kanaal en voor mijn kanaal. Dus daar heb ik heel veel zin in. We zijn nu gewoon nog voor ons huis, want we waren even wat vergeten mee te nemen. Dat moet natuurlijk niet. Dus we gaan straks weg. Het is nu 10:15, 10:30. Zoiets, en we moeten er 12:30 zijn. Dus ik hoop dat we op tijd komen. Van het huis van het Rutger en Thomas, dus ik nog eventjes rijden en ik heb er heel erg veel zin in. Ik zie jullie straks weer. Hoi, ik ben net aangekomen bij Rutger en Thomas. Hallo. En Paco. Ja, oh, goed, okay, kijk eens hoe. Oh, sorry. Paco wilde gewoon even zwaaien. Paco wilde even zwaaien. En we gaan straks een video opnemen voor Thomas' kanaal en voor mijn kanaal. Ja. Dus dat gaan we nu doen. En daar heb ik ook heel veel zin in. Ik heb heel veel zin in. Laten we naar de setting gaan. Yes, doen we. De setup staat er en we gaan straks beginnen. Thomas is even wat aan het ophalen. En we gaan dus straks eerst beginnen met de video van Thomas. En de derde is, ik heb een Curaçao met dolfijnen gezongen. Welke denk je dat daar is? Wacht even, een van jouw neven is Epke Zonderland. Je hebt met dolfijnen gezwommen, of? Mijn tweede naam is Johanne. Nou, dit is echt heel moeilijk. Nu de laatste ronde en die wordt echt het allerspannendste. Ah. Duim alsjeblieft voor me dat ik iets lekkers rest chocola heen mag halen en niet iets super vies. Ah. Nou, de video van Thomas staat erop en die is volgens mij heel erg leuk geworden. En nu gaan we verder met mijn video. Dus, die wordt ook heel erg leuk. Het was heel eng en goor en alles, maar het is wel leuk geworden. Het is heel erg leuk geworden. Dus ga die zeker even checken en nou gaan we mijn video maken. Ik ben heel benieuwd. We zijn nu bezig met mijn video en als je dit ziet, kun je misschien al een beetje raden wat het is, want ik heb het al een keer eerder gedaan. Dus hoe vind je dat het tot nu toe gaat? Slecht.
Ik verlies echt alles van beide video's. Het is, nou, ik wil niet te veel spoilen, maar ik ben zo slecht in spelletjes. Ik heb gewoon geen geluk. En als ik met jou opneem, win je altijd van mij. Ja, maar ik wil het een beetje zien. Nee, maar we zijn niet klaar met opnemen. Misschien ga ik winnen. Dus misschien kan je nog winnen. Ja. Wie weet. Dus als die online staat, ga die video ook zeker checken. Want dan kan je natuurlijk zien of die nog gewonnen heeft of niet. Spannend. Ja. Ronde 5. Laten we de doek ervan afhalen. Yes. Wat is het? Wat is dit? Wat is dit? Het is er nog. Wat staat er? Nou, doe je best, want ik ga het voorlezen. Dus als je het nu goed hebt, mag je het aan mij geven. Ja. Yeah. Heel erg dat je het fout hebt, totdat je het zelf weet. Oké, okay, kom maar op. Oké. Okay. Nou, we hebben net de video's opgenomen en volgens mij zijn ze heel erg leuk geworden, toch? Ze zijn superleuk geworden. Ja. Het waren wel hele lastige challenges, maar wel spannend. Ja, wel heel erg spannend en heel erg lekker, maar ook weer vies. Dus ga ze zeker allebei kijken. Ga checken. Ga checken. En wij springen straks weer in de auto en dan ga ik straks weer op weg naar huis. Zo. Ja, yes. Ga je nog even pakken? Goedemiddag. Oh, dat zie ik al toch. Doei! Hallo allemaal, ik ben hier met Pien. We gaan picknicken, want we zitten nu heel erg lekker. Ik zal het even laten zien in de zon met heel weinig wind. Er staat best wel veel wind, maar hier staat echt heel weinig wind. Dat is echt heel fijn, want kijk, ik zal even ons mooie uitzicht laten zien. Kijk, het is echt heel fijn. Yeah. We zitten dus achter een bult, dus heb je iets minder wind. Dus heb je iets minder wind en alleen wel de zon. En dit hebben we heel veel mee. Onze mooie tas. We hebben onze schoen ook uitgedaan. Nootjes. Nootjes. Koekjes. En chips. En chips. Ja. En drinken. En drinken. In all the angels shout, shout. Come on and let it. Hey, jongens. Live. We gaan nu naar dansen en dat is ook gelijk even de outro van deze video. Dus heel erg bedankt voor het kijken en geef de video even een dikke duim omhoog. Abonneer mijn kanaal. Dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei! Tjallas! Tjallas!